Hey, Bart Valkenier, hier. Welkom bij mijn Mega Blender Training Serie, video nummer 25, de tweede van deel 2. In de vorige video heb je je tekening in Blender gezet. En nu gaan we eindelijk beginnen met het opbouwen van die 3D-wereld van jouw tekening in Blender. En te beginnen met jouw wereldblok. Of zoiets, om in ieder geval het 3D-dingetje waar alles, alle chaos wat je ook maar bedacht hebt, zich gaat afspelen. Let's go! Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Oké okay dan. Nou hier naast mij zie je weer zo'n mega saai lijstje staan. En nee, ik ga er niet heel lang over praten. Want we gaan vooral aan de slag inblenden om jouw wereldblokding te maken. En al deze dingen komen dan vanzelf wel een keertje voorbij. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even dit. Namelijk, ik weet natuurlijk niet wat jij hebt bedacht. Hoe ziet jouw wereld eruit? Heb je iets bedacht wat zich afspeelt op een planeet en wordt het jouw wereldblok, zeg maar een bolletje? Of uh, toch gewoon, zoals ik gebruik, een plat vierkantjeachtig ding? Want de tekening van Chris speelt zich af in de zee. En je kan in Blender wel een oneindige zee maken. Dat is een beetje ingewikkeld. Dus wij houden het juist klein en proppen alle, alle poppetjes, alle actie op één vierkant af afgeplat blokje. Maar misschien heb je ook wel iets bedacht wat zich binnen afspeelt in een roestige fabriek of een chic hotel of whatever. En dan heb je dus te maken met muren, deuren en ramen. En dan kan je wel uh, een blokje maken met vier muren, maar dan kun je er niet zo goed uh, in kijken of zo. Dat is ook niet echt handig. Dus mijn advies zou zijn, heel simpel, model gewoon twee van de vier muren, zodat je er goed in kan kijken. Maar dan heb je ook te maken met ramen, deuren en weet ik het wat. Nou, ik weet helemaal niet wat je bedacht en laat staan dat ik in deze video... ...alles wat jullie hebben bedacht precies kan behandelen... ...van zo moet je dat maken. Dus ik hou het in deze video gewoon... ...bij wat Chris heeft bedacht, namelijk een zee. En dus gaan we in deze video... ...een soort van een zeeblokje maken. Hey, uh, maar in de toekomst... ...wil jij bijvoorbeeld weten... ...hoe jij een planeet in blender maakt... ...of hoe je dingen maakt... ...met muren, deur en raam of weet ik het wat... ...laat een reactie achter op mijn site... ...of hieronder in de video... ...bij de comments. En uh, ja, wie weet ga ik dan specifiek... Specifieke video's maken over specifieke werelddingen maken in Blender. Oké, okay, dan voordat we aan de slag gaan in Blender, eerst eventjes snel dit lijstje hiernaast bij langs te beginnen met modeling skills. Als jij deel 1 van deze training braaf hebt gedaan, alle doelopdrachten hebt uitgeprobeerd, dan betekent dat jij al best wel veel weet van die edit modus in Blender. En die edit modus heb je nodig voor het maken van jouw modellen. Dus uh, als je op een of andere reden midden in deze training bent beland, je denkt waar heeft die gast het over, check deel 1 alles over edit mode. Maar die skills heb je nodig voor deze en de toekomstige video's van dit deel. Alright. En dan eventjes over materialen. Want als jij je 3D-objecten gaat maken in Blender is het natuurlijk heel tof om zich gelijk ook al een vet materiaal mee te geven. Al is het maar een kleurtje, want dat grijs is ook maar zo grijs. Nou, uh, dat kan echt best wel goed. In die zin, als jij hier een model hebt gemaakt, dan kun je wat video's doorskippen naar deel 3. Vanaf video's nummer 45 en verder. En daar leer ik je over um, ja, de simpele manier van materialen en uh, deze objecten allemaal een mooi kleurtje meegeven. Maar dat komt in deze video dus nog niet aan de orde. Worden. Maar goed, je kan ook gewoon eerst al die modellen maken en ze daarna pas een kleurtje geven of een beetje skippen tussen deel 2 en deel 3 door elkaar. Nou, je snapt wat ik bedoel. Kijk maar wat je fijn vindt. Afmeting en positie gaan we natuurlijk fixen en zorgen dat jouw wereld een beetje een logische afmeting heeft en handige positie. Proportional editing hebben we het ook over gehad. is heel erg handig, want wij gaan een hele grote golf maken. Waarop de pakjesboot gaat balanceren. En proportional editing is echt je grote vriend. En we gaan al die mooie kwads kapot maken en omzetten naar tries. Oftewel een driehoekstructuur maken. Oh nee, oh nee. Maar kwads zijn toch veel beter dan tries? Dat heb ik toch geleerd in deel 1. Ja, dat klopt. Maar het hoort gewoon bij de stijl die wij kiezen. De low poly stijl. Met driehoekjes. Het ziet er vet uit. En daarom gaan we het gebruiken. En en ja, het is wat minder heftig voor je computer om mee te werken. Um, en natuurlijk ook je boel netjes opslaan, zodat jouw harde werken het niet kwijtraakt. Um, aan de slag. En hier was het blenderbestand. En in de vorige video heb je die opgeslagen. En dit is het blenderbestand waarin we al jouw objecten gaan zetten. Deze tekening is een empty object en die heeft een afmeting van 20 meter breed. Dat zie je niet hier onder het N-menu. Want het is empty object. Nou, dat heb ik daar al uitgelegd. Maar dan een beetje in ieder geval een idee van welke schaal van de wereld handig is om te pakken. Met Shift S en dan gaan we naar Cursor to World Origin. Zetten we de cursor in de wereld Origin neer. En met Shift A doe ik hier Mesh. En dan ga ik hier een kubus neerzetten. En je ziet hier is 2x2x2. En die gaan we eens even de goede afmeting geven. Ik, ik selecteer hem. Druk ik op S en dan Shift Z. En dan kan ik hem schalen. Op de x- en de y-as. Maar niet de z-as. Die blijft gewoon 2. En dan doe ik hem een beetje zo breed als 20 meter. En nu is het 20 bij 20. En maar 2 meter hoog. Uh, ik pak de tekening. Doe ik een uh, beetje aan de kant. En voilà. Ik heb mijn wereldbok klaar. Tot de volgende video. Ciao. Nee. We gaan hier nog eventjes mee aan de knutsel en aan de stoei. Namelijk afmetingen en positie hebben we nu gedaan. En proportional editing is een hele handig om te gaan gebruiken. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst nog wat anders doen. Nou, gauw weer terug naar Blender. Ja, en trouwens, de tekening van Chris speelt zich af in de zee, um, in de oceaan. En daarom gaan wij ook een oceaan zee ding maken met een golf. Maar later de Sinterklaasboos opkomt. En ik heb geen idee natuurlijk wat jij hebt bedacht. Misschien wel uh, ergens binnen of zo. En dan moeten we het even hebben over muren. We gaan we later over hebben. Maar goed, dit is het wereldblokje. En het is best wel fijn eigenlijk. En dat is ook het, het, het grappige, het schattige zeg maar van werken met low poly. En uh, de cartoonachtige stijl die we gebruiken. En je hebt een enorme grote wereld. En die gaan we ook wel een klutje geven. Maar het speelt zich gewoon lekker af op een vierkant uh, plattootje een blokje. En daarin... Ja, gaan jouw objecten hun ding doen? <laughs> um, gaan even naar tab, naar edit mode. En uh, dan zie je dat het gewoon achter vertices. Ik druk even op 3, op face select. En dan hier klik ik op de bovenste face. En dan rechtermuisknop, klik ik hier op subdivide. En dan krijg je hieronder het subdivide minuutje. Dat is een tijdelijk minuutje wat weggaat. Maar uh, voordat die weggaat, druk ik hier eventjes op. Uh, zet ik hem op 10. En dan hakt hij de bovenste face. 10 keer door midden. De rest blijft gewoon nog hetzelfde. Zoals je ziet, maar de bovenste is nu 10 keer door midden gehakt. En die puntenlijn en vlakken hebben we nodig, want we gaan een golf maken. En proportional editing is daar wel echt heel handig bij. Ik pak eventjes deze vier vertices hier op de hoeken. En ik ga naar 3. En dan kijk ik dus eventjes van de zijkant. En ik ga proportional editing aanzetten. En dat doe je met de O. En als ik op O klik, dan gaat hier een knopje aan, uit, aan, uit. En als het aanstaat, dit is dan voor proportional editing. Wat is dat eigenlijk? Nou, um, ik zet het even uit en ik pak deze op. En dan snap je wat er gebeurt. Dan heb ik gewoon één vertices die omhoog gaat. Maar ja, ik kan deze omhoog doen. Ik kan die omhoog doen. Ik kan die omhoog doen. En dat is ten eerste heel veel werk. En het levert niet zulk mooi een resultaat op. Dus met O zet ik proportional editing aan. En uh, ik pak even deze vier vertices, die vier punten. Kijk even naar de zijkant met 3. En dan pak ik hem met G op. En dan zie je. Dat er een cirkel uh, om je muis heen zit. En die met uh, scrollen kan je die groter en kleiner maken. En hoe groter je maakt, hoe meer vertices die meepakt natuurlijk. En hoe kleiner, hoe minder natuurlijk. En wat je ook ziet naarmate die... Vertices die aan de buitenkant zitten van je cirkel die worden minder erdoor beïnvloed en aan de binnenkant meer. Nou, uh, misschien weet je al waar het heen gaat, maar ik kan deze dus uh, zo'n beetje mooi omhoog trekken en dan maak ik er een golf van. Maar deze hier, die is ook meegegaan en die ga ik eventjes naar beneden zetten. Maar daarvoor zet ik proportional editing weer even uit op je toetsenbord. Pak ik hier deze, deze randvertices en doe ik GZ, doe ik die weer even naar beneden. Kijk even van de zijkant weer. g, Z. Hoppakee. Zo. En heb je al een soort van golf gemaakt, maar hij is nog een beetje te rond, de bol en te mooi eigenlijk. Zet ik proportional editing weer aan. En ziet ook een knopje hiernaast bij proportional editing. Hier zo. En dat is zeg maar de fall off. Dat betekent dus eh, die cirkel nou, aan de buitenkant werden de, de punten min, minder beïnvloed. En, maar dat kan ook op een andere manier minder of meer beïnvloed worden. Door uh, ja, moet het meer smooth uh, afvallen, of met een sphere, een bol zeg maar, of een root. Nou, je ziet hier, het uh, kan zelfs random. Maar we zetten hem nu gewoon even op uh, smooth. En dan pak ik deze op, maak de cirkel wat kleiner. En dan ga ik op die manier gewoon wat vertices uh, pakken. En op die manier maak ik mijn golf. En deze doe ik een beetje hoger. En dan ga ik gewoon een beetje in de rondte klikken. Totdat ik denk: Nou, ik vind het wel een mooie, mooie golf. Nou, er komt nog een witte schuimlaag op. Die ga ik uh, zo doen. En dan uh, is het gewoon een beetje een kwestie in de rond te klikken. En een beetje mee spelen. Totdat je denkt er is iets moois. Kijk, nu heb ik deze per ongeluk geselecteerd. Maar niet heel per ongeluk. Want je kan ook de rest van je blokje nog een beetje wat subtieler aanpassen. Zodat hij wat minder ja, recht lijkt. Wat meer organisch is. Ook weer niet overdrijven, maar net een beetje dat computerachtige, rechtlijnige, er een klein beetje uit laten, uithalen En op die manier kun jij dus met behulp van proportional editing jouw wereldblokje eigenlijk maken. Nou, en ik kan ook gewoon wat meerdere selecteren. En doe je deze gewoon zo omhoog. Deze een beetje zo misschien. Nou, het is geen... Uh, Goed of fout. Gewoon net zo lang doorgaan. Dat jij denkt. Nou, ik vind het wel mooi. Nou, stel je voor, ik heb nu deze golf gemaakt. Maar in de tekening zit hier natuurlijk een mooie schuimkraag op. Die gaan we er ook in zetten. En dat doen wij door de 3D-cursor ergens uh, hier neer te zetten. En doe ik hier Shift A. En dan ga ik een ico-sfeer toevoegen. En hieronder kan je uh, aanklikken in een tijdelijke minuutje hoeveel subdivisies die je moet hebben. Nou, heel veel slaat natuurlijk nergens op, maar iets van 2 lijkt mij wel oké. Okay. En nou ja, ik heb nu deze ico-sfeer. En ik zit nu even in object mode. Zie je. Dus deze ico-sfeer zit gewoon in dit object. En als ik op tab druk, dan kan ik heel makkelijk die ico-sfeer weer uh, selecteren. En dus apart bewerken met behulp van de. L, dat is in filmpje 18 ook voorbij gekomen. Maar met L kan je zeg maar losse geometrie selecteren. Loose geometry. Met Alt A kun je trouwens natuurlijk alles weer deselecteren. Maar als ik op L druk, dan kan ik hier het water selecteren. Alt A. En hier kan ik dan de uh, ICO-sfeer selecteren. En het handig dat je dat in edit mode doet, want dan blijft het gewoon in hetzelfde object staan. Later kan ik die trouwens ook weer andere materialen geven, want het water moet blauw zijn. En deze schuimkraag natuurlijk wit. Maar nu is het nog een heel saai uh, recht uh, bolletje en dat willen we niet. Dus deze gaan we ook een beetje aanpassen. Um, ik zet uh, uh, proportional editing heel even uit. Ik zet hem hier boven neer. En dan ga ik een beetje uh, S, X schalen over de X-as. En een beetje draaien, zo. Eh uh, Schaal over de ijas. Het is gewoon een beetje, een beetje prutsen dat je denkt dat het goed is. Met C selecteer ik een aantal vertices. Ik zet O Proportional Editing weer even aan. Dan maakt mijn ding een beetje kleiner. Ding, mijn cirkel. Cirkel van invloed. <laughs> en dan kun je deze een beetje zo naar beneden trekken. Hoppakee. En op die manier maak je er een schuimkraag van. En we kunnen ook nog wat meer schuimpjes maken. En daarvoor gaan we deze hergebruiken. Met L selecteer ik hem. En met Shift D kan ik deze dupliceren. En uh, een beetje aanpassen. En dat is wel leuk. Met Shift D kan je dus de boel dupliceren en hergebruiken. En het scheelt heel veel tijd. Maar als je allemaal van dit soort objecten hebt in jouw scène. die er ook nog eens een keertje allemaal hetzelfde uitzien. omdat je ze gewoon hebt gedupliceerd. is vaak een beetje saai. Hoe meer variatie en detail en creativiteit je erin legt. hoe leuker het is. Ik zet proportional editing even aan en ik selecteer een gedeelte en op die manier kan ik er uh, dit uh, schuim objectje, oh er ging iets mee daar, nou maakt niet zoveel uit een beetje van vorm veranderen en met l selecteer ik hem even helemaal met s schaal ik hem helemaal, proportional editing even uit, zet ik hem even hier neer en, en doe ik hem even naar beneden met de GZ en laat ik hem een klein beetje uitsteken. En voilà, ik heb een, een schuimpje gemaakt en zo kan je er nog een paar meer aan toevoegen. En hoppakee, ik heb wat schuimpjes toegevoegd aan, uh, aan de zee. Tijd om terug te gaan naar het lijstje. Wat gingen we ook weer doen? Oh ja, een driehoekstructuur. En dat is heel erg vet, want het zijn nu gewoon vierkantjes. In ieder geval, de bovenkant van de zee bestaat uit mooie kwads. En eigenlijk zijn, als je het hebt over moddelen, kwads beter dan trice. Dat heb ik allemaal uitgelegd in videoetje 18b, geloof ik. Maar toch uh, gaan we voor die low poly stijl en ga ik van al deze vakjes driehoekjes maken. En gelukkig. Hoeft dat niet stuk voor stuk. Met A selecteer ik alles. En druk ik vervolgens op Ctrl-T. En dan uh, maakt hij er overal driehoekjes van. Maar ook van de zijkanten. En dat, kijk de bovenkant ziet er echt wel, wel, wel vet uit. Eigenlijk al die uh, driehoekjes. Maar de, de zijkanten niet echt, zeg maar. En dat komt, als ik even Ctrl-Z doe. Omdat die zijkant niet een kwad was. Als ik even op 3 ga en ik uh, selecteer deze face. Die bestaat uit een heleboel punten. En dan, nou, lang verhaal, kort verhaal, gaat het gewoon een beetje mis. Dus wat wij gaan doen, we gaan even naar de zijkant. Um, Alt A, alles even deselecteren. Met box en dan links en sleep. Selecteer ik alleen de bovenkant van mijn wereldblok. Oh, zie je? <laughs> en nu heb ik niet alles geselecteerd. En dat komt omdat ik. Dit knopje nog uit heb staan. Heb ik het ook allemaal over gehad. Want nu heb ik een soort van draadweergave achtig. Nu kan ik dit allemaal selecteren. Hop. Heb ik de bovenkant geselecteerd. Druk ik op ctrl-t. En dan maak ik er mooie driehoekjes van. En dan zet ik dit knopje weer even uit. Dan zien we het beter in solid view. En dan heb ik allemaal mooie driehoekjes. En dat is een beetje ja, kenmerkend voor de low poly stijl die we gaan gebruiken. Maar wat nou als jij iets uh, binnen hebt bedacht? Een roestig fabriek, bioscoop, uh, stadion of uh, gewoon een kamer in een huis of zo. Of een heel huis, die bestaat uit muren. En uh, nou, als ik een tip mag geven: uh, maak dan aan deze kant en aan deze kant een muur. Maar niet aan die kant en aan die kant. Anders kan je uh, niet meer goed door naar binnen kijken ik heb je gewoon even een blokje en wat zou je dan kunnen doen tap edit mode met ctrl-r maak je een loopcut met het links klik en sleep kun je hem daarheen uh, slepen Dat dus was ctrl-r loopcut allemaal uitgelegd in video 18 en in 19 heb je ermee geoefend en als ik hem daar neerzet en dan ga ik eventjes naar 7 en dan ga ik eventjes uh, face select die even, even quick en dirty hoor niet heel, uh, heel erg precies Ga ik een Extrude en automatisch zit hij dan al vast aan de z-as. En een Extrude, ik heb hem naar boven. En dan krijg je meer dit idee, zeg maar. En ik zeg idee, want dit is echt de basisvorm. Basis maar je zou, ja, pff, zoveel manieren echt helemaal los mee kunnen gaan. Kijk, dit is gewoon een 90 graden hoek. Maar ik kan deze twee punten selecteren en een klein beetje zo slepen. Of een klein beetje naar achteren en die een beetje naar voren of zo. En natuurlijk ook een ramen en deuren maken en wat al niet meer. Maar ramen en deuren... Uh, ja oké okay, oké okay, oké okay, oké okay. nou even snel dan. kijk ik kan die twee loopcuts maken of uh, meer en dan nog uh, zo maken nog een paar of zo en dan pak ik hier uh, met drie pak ik deze face en aan de achterkant zit die ook maar als ik met x doe en ik haal deze face weg dan krijg je hier een gat en die kan ik hier ook uh, weghalen en dan heb ik hier wel een gat of een raam gemaakt maar hier binnen is het gewoon nog allemaal open en uh, nou, zoals je weet uh, gaten maken kun je ook Dichtmaken door zo te doen. Dan heb ik deze vier punten geselecteerd. En met F kan ik dat dus uh, vullen. En dan moet ik dat bij de rest ook doen. En dat is best wel veel werk. Daar is ook een andere manier voor, namelijk uh, de Boolean Modifier. En over modifiers zijn een soort effecten. Daarover meer in de volgende film. En um, ja, wat betreft. Muren. Laat ik het even bij bij deze. Maar wil je nou heel graag een uitgebreidere video van mij krijgen? Uh, waarin jij leert hoe jij nog leukere, fancy dingen kan doen met ramen, deuren en uh, muren. Laat het even achter in de comments. En ha, wie weet, voeg ik hem toe. Vergeet niet je blenderbestand op te slaan met Ctrl S is de uh, toetsenbordcommie. Net als in elk programma eigenlijk. En uh, ja, aan de slag. doen Maak jouw wereldblok. Het eerste object dat tot leven komt in Blender. Uh, ik zie jullie bij de volgende video nog. En dan gaan we het eens even hebben over die handige effecten die modifiers maken.